Schiphol bereidt zich voor op de toekomst en bouwt een nieuwe pier en terminal. Complex, groots en uitdagend. In een operatie die dag en nacht doorgaat. Beleef het mee vanaf de werkvloer. Schiphol. Building the airport of the future. Wat veel mensen op Schiphol die aankomen zich niet realiseren is dat wat ze zien allemaal wel gebouwd en onderhouden moet worden, moet functioneren, moet werken. Dan kan je vooral denken aan liften, rolpaden, toiletten, bagagesysteem, maar ook de tegels op de vloer, het meubilair. Ook het schoonmaak valt onder asset management, dus we hebben een heel breed palet. Maar daarnaast hebben we ook nog eens een keer heel veel systemen op de achtergrond draaien die misschien wat minder zichtbaar zijn, maar die net zo belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wat er in het plafond zit. Klimaatinstallatie, brandveiligheid, datakabels. Het zit er allemaal in en is nodig om te zorgen dat het hier functioneert. Mijn naam is Frank Runningholder. Ik vertegenwoordig de belangen van asset management richting de nieuwe pier en nieuwe terminal. Asset management is eigenlijk het deel van Schiphol die verantwoordelijk is voor alles wat Schiphol heeft. Dus de gebouwen, de landingsbanen. En wij zijn eigenlijk de huiseigenaar, de beheerder van al die spullen. Op dit moment zijn we bezig met ontwerp en de bouw van een nieuwe pier en een nieuwe terminal. En qua omvang kan je denken aan een grootte van ongeveer 26 voetbalvelden vol met systemen. Dat betekent dat je gewoon vooraf, voordat je überhaupt iets gaat maken, heel goed na moet denken over wat je met die gebouwen wil en hoe je die gaat gebruiken. De complexiteit zit met name in niet alleen de omvang, maar ook de hoeveelheid systemen. En ook dat we iets bouwen wat niet alleen geschikt is op dit moment, maar ook geschikt moet zijn voor het draaien van een luchthaven op langere termijn. Dus de systemen moeten voorbereid zijn ook op een goede toekomst. Duurzaamheid is een belangrijk element in de maatschappij, ook voor Schiphol. En dat laten we terugkomen in de pier en in de terminal. Dan kun je denken aan ondergronds koude warmteopslag. Dus in de zomer slaan we de warmte op in de ondergrond, die we dan vervolgens in de winter kunnen gebruiken om het gebouw te verwarmen. Mijn rol is sowieso een soort spin in het web. Ik vergelijk het vaak met het kopen en bouwen van een nieuw huis. En daarna gaan denken over hoe gaat die keuken eruit zien en hoe wil ik de indeling hebben. Allemaal dingen waar je over na moet denken. Nou, op Schiphol doen we dat ook. Alleen even een paar slagen groter en complexer. In de nieuwe pier en nieuwe terminal hebben we natuurlijk te maken met vele belanghebbenden. Asset management is daar één van, maar daarnaast hebben we ook operations, security. Allemaal partijen die natuurlijk hun eigen belangen hebben, hun eigen wensen, hun eigen eisen. En die moeten we op een of andere manier wel bij elkaar zien te brengen. En dat zijn intensieve, maar ook wel hele leuke discussies. En zorgt ervoor dat je gewoon samenwerkend, soms een beetje je zin krijgt, soms een beetje toegeven, maar wel tot een goed ontwerp komt wat integraal functioneert. Een van de dingen waar ik op dit moment mee bezig ben in die hele grote puzzel van onderwerpen is dat we gaan starten met een bouw van een tijdelijke verbinding tussen de nieuwe A-pier en de B-pier. Daarvoor moeten grote zware modules over airside getransporteerd worden. ASM krijgt de vraag, kan ons asfalt dat aan en beschadigen we geen kabels en leidingen die daaronder liggen? Nou, dat is een voorbeeld van de vragen die mijn kant op komen. Het gaat hartstikke goed. De pier is al vol in aanbouw. En in het ontwerptraject van de terminal zijn we al in de volgende fase. Ook wel weer een grote mate van complexiteit. Maar goed, dat is wel hetgene waar ik blij van word. Een mooie puzzel en die puzzel kunnen we gezamenlijk oplossen. Waar ik natuurlijk naar uitkijk is het moment dat die puzzel compleet is. En dat die pier en terminal er beide staan. En dat ik met mijn beide zoons daar overheen kan lopen en kan laten zien van... hier heb ik aan mee kunnen werken. Mooi moment.